Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 november. Ik ben klaargemaakt en even kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ga even kijken hoe koud het is. Oh, het is min 2 nu. Nou, ik heb gisteravond gekeken eigenlijk naar Zeeman Confronteert, maar ik kende hem al. Dus ik had hem al gezien. Dus ik heb er eigenlijk, ja, ook weer niet echt zo heel aandachtig naar gekeken. Want we gaan weer een beetje de herhalingflow in. Dus ik heb even tussendoor maar gegamed. Want ja, het is allemaal een beetje hetzelfde momenteel. Nou, ik heb even shownieuws gekeken. Toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. Of eigenlijk af gaan maken. Want het grootste gedeelte zat al in elkaar. Had een beetje moeite met opslaan. Dan wil ik morgen eventjes, ik heb hier nog een expert, even kijken of ze daar toevallig een harde schijf hebben. En als ze daar niet hebben, ga ik hem even bestellen. Dan heb ik in ieder geval de fysieke winkels die ik kon bezoeken wel gehad. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En ik heb ook mijn foto's nog bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af. Die moet ik nog eventjes afmaken. Klein beetje nog. Netflix-serie was wel weer heel erg leuk. Het is echt wel een hele leuke serie. Ik ben nu ook momenteel een kerstboek aan het lezen. Althans, dat gaat ook een beetje daarover. Dus ook wel leuk. En toen heb ik Dr. Tinus gekeken, dus dat was het verder ook. Dus ja, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Ik ga zometeen eventjes de woonkamer doen. Ik ga even muziek aanzetten. Daarna ga ik even kerstkaarten schrijven. Ik heb nog een paar dingetjes van de week al gesloten. Die zal ik ook even laten zien. Maar ik zal hier ook even bij het kerstkaarten schrijven neerzetten. Dan kunnen ze morgen de bus op, want volgende week is te laat. Het is natuurlijk al bijna kerst. En ik heb nooit heel veel kaarten, want ik schrijf wel naar familie, maar het is nooit heel veel, omdat ik ook niet heel veel familie heb. Dus, maar goed, ik denk alleen niet dat ik alle adressen neer kan zetten, want ik weet niet van iedereen het adres. Ik moet dan eerst weer aan mijn moeder vragen vanavond. Maar goed, dat maakt niet uit, dan heb ik ze in ieder geval geschreven. Dan kan ik morgen eventjes een paar postzegels kopen. Ik koop ook nooit de decemberzegels, want die gaan toch niet op. Want ja, zoveel mensen heb ik gewoon niet waar ik een kerstkaart naar moet sturen. Ik vind ze ook hartstikke duur, weet je. Dan koop ik liever een paar losse postzegels, dat vind ik dan prima. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga nu eerst eventjes aan de schoonmaken. En dan ja, gaan we straks eens even de kerstkaartjes schrijven. Dus ik ga eventjes aan de gang.
Ik heb dus even een andere tekst gemaakt op deze lichtbak. Ik vond het wel leuk zo. Dus ja, zo ook eventjes een keer wat anders. Het past wel goed bij de kerst. Dat vond ik wel eventjes gezellig zo. Tijd voor vakje 14 alweer. Vakje 14 zit hier. Hij is langwerpig, dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb lichtelijke strubbels met dit vakje. Oh. En, kom maar pakken. Ja, we hebben hier een oogpotloodje en deze is dus goudkleurig, wat ik wel heel erg vind passen bij de kerst. Goudkleurig potloodjes, wel potloodjes die je zelf moet slijpen. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk voor de kerst, zo'n goudkleurig potloodje. Dus ja, vind ik wel echt super leuk. Zo, ik ben hier weer lekker rond. Alles is weer klaar. Het is wel weer fijn, vind ik zelf. Katjes hebben ook net hun eten weer op. Ik heb de emmers even naar boven geraamd. Die heb ik deze week niet meer nodig. Dan staan die ook niet meer in de weg. Maar ja, het was wel weer even lekker. Dus alles is nu weer eventjes fris. Daar word ik altijd wel weer blij van. De kaartjes zijn geschreven, dat is ook wel heel prettig. Ik denk dat ik alle adressen goed heb, maar ik zal het nog wel even aan mijn moeder vragen voor de zekerheid. Het kan zijn misschien dat ik toch iets verkeerd heb, maar volgens mij heb ik alles goed. Dus dat is top. Hoeveel kaarten heb ik nou? Ik eens even kijken. 1, 2, 3, 6. Dus... Nou ja, goed. Dan heb ik dat in ieder geval weer rond. Ik ga zo even lekker relaxen en dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb ik het perfecte plaatje. Halve finale, volgens mij de volgende week nog de finale en dan zit dat er ook weer op. Ik wil shownieuws nog even terugkijken. Die moet ik trouwens nog wel eventjes instellen, zit ik nu te denken. Want ik heb wel... Hoe heet het opgenomen? Het moorddossier. Maar shownieuws nog niet. Omdat het nog steeds om 9:30 komt. Maar dat is na volgende week ook weer anders. Dus dat. Verder moet ik eventjes een blogpost maken. Of blogpost. Ja, wil ik schrijven worden. Dan moet ik dus even nog een paar foto's voor bewerken. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Ik ga mijn Netflix serie afkijken. Want die is na vandaag alweer uit. Want het waren maar 6 afleveringen. Dan ga ik Dr. Tienes kijken en dan ga ik weer lekker mijn boek verder lezen. Dat is het ook. Ik merk wel dat het echt heel erg fijn is om met het kruikje naar bed te gaan. Ik heb het nu 2 dagen gedaan. Ik vind het zelf wel heel erg lekker. Vooral omdat het nu nog, ja, natuurlijk al best wel fris is. Ik zal eens even kijken of het nou nog weer kouder is geworden. Is het kouder geworden? Nee, het is gewoon min 2 gebleven. Maar goed, dat is eigenlijk mijn planning voor vanavond. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 15 december. Het is ijskoud. Zou het vriezen? Even kijken hoor. Telefoon. Even kijken of het vriest. Het zal wel weer. Nee, niet eens. Het is 2 graden. Nou ja, ik heb het even goed koud. Ik had ook echt moeite om mijn bed uit te komen. Want ik ga dan nu tegenwoordig naar bed met een lekkere warme kruik. En dat is zo fijn, omdat ik zulke ijskoude benen heb in mijn bed. Maar ja, daardoor wilde ik ook mijn bed niet hebben. Ja, moest ik straks gewoon mijn boodschappen doen. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken. De 2 finale kandidaten werden bekendgemaakt. Ik vond het wel jammer, want ik had het eigenlijk die ene heel erg gegund. Omdat die best wel gegroeid is, maar... Het mocht niet baten, helaas. Nou, ik heb even shownieuws gekeken. Daarna heb ik mijn nieuwe spel gedaan, die ik vorige week gekocht heb. Hoco Life. Moest ik even aan wennen, want het is Engels. En dat wist ik al, dat Nathalie al vertelt. Maar het is wel heel leuk. Ik dacht dat het een beetje Animal Crossing-achtig was. Het is ook wel met dieren, maar het is wel heel anders. Zoals je moet nu zelf dingen echt helemaal opbouwen. En dat is wel heel leuk. Ik heb nu bijvoorbeeld zelf een eigen huisje en nou moet ik een brug gaan bouwen en dat soort dingen. Maar ik ga vanavond nog wel eventjes verder. Maar dat was wel eventjes leuk. Ik heb een thumbnail gemaakt voor de vlog. Ik heb even de laatste foto's bewerkt. Toen heb ik ook mijn blogpost geschreven. Dus dat was allemaal wel goed. Nou, de vlog ook ingepland, maar die staat inmiddels alweer een tijdje online.
Toen heb ik de laatste twee afleveringen van de Netflix-serie gekeken. Ik vond alleen de laatste aflevering weer een beetje teleurstellend. Ik weet niet wat ik de laatste tijd heb met series. Elke keer word ik toch op een of andere manier weer teleurgesteld. Omdat ik dan denk van ja, dit einde vind ik eigenlijk niet zo leuk. Maar ja, het is wat het is. Het was, ja, ik vond het wel een beetje jammer. Vanavond weer iets nieuws te zoeken. Ik heb nog geen idee wat. Ik weet wel dat Emily in Paris er deze maand weer aankomt. Een nieuw seizoen, dus daar heb ik wel zin in. Maar ik moet wel eventjes kijken. Volgens mij is het pas 21 december, dus even kijken wat ik nu nog weer kan gaan kijken. Maar er staat gelukkig natuurlijk genoeg op. Daarna had ik Dr. Tinus. Ik merk ook dat ik een beetje, eigenlijk niet echt dikke winterbroeken heb. Ik heb nu een broek aan en die is heel fijn. Die vind ik echt heel, heel lekker zitten, maar die is niet heel erg dik. Dus ik heb alweer ijskoude benen. Verder heb ik ook niet hele dikke kleding aan, omdat ik gewoon weet, ik moet straks in mijn jas. Ik moet straks boodschappen doen, het is druk. Ik krijg dan een beetje stress in mijn hoofd, daar ga ik heel veel van zweten. Dus dan, als ik een hele dikke kleding aantrek, dan zweet ik mijn eigen ongans. En dat vind ik gewoon heel goor. Dus dat. Ik heb nog wat nieuwe make-upjes binnengekregen. Er was een nieuwe collectie online. Die ga ik jullie even laten zien. Dan ga ik stofzuigen. En dan wacht ik even tot mijn coach appt wanneer ze er is. Want dat weet ik nog niet. Dan kan ik alvast even de kerstkaartje in mijn tas doen en dat soort dingen. Want ja, dan gaan we straks weer op pad. Maar ik zal even de pakketjes pakken. Ik heb dus ruzie met deze deur. Want kijk, dit blijft hangen. Dit ding. Dit hier zo. Kijk, en dan moet ik hem even zo doen. En dan kan hij weer dicht. Maar elke keer heb ik er dus een beetje ruzie mee sinds gisteravond. Ik heb een beetje onduidelijkheid over deze collectie. Het is weer een trendeditie van Essence. Maar ik weet niet of deze dus wanneer deze te koop zal zijn. Want ik heb hier nog geen persbericht van gezien. Maar goed, ik heb bij de Boosie Shop. Altijd leuk even zo'n kaartje erbij met een persoonlijke boodschap. Vind ik altijd wel heel leuk. Dit is de Snow Much Love collectie van Essence. En wat ik zei, ik heb hier dus geen persbericht over gehad. Ik weet niet of deze collectie in Nederland ook echt fysiek in de winkels komt te liggen. Hij is dus wel online te koop, dus je zou denken dat dat wel gaat gebeuren. Misschien komt het persbericht nog. En ik weet dus niet wanneer deze dus fysiek in de winkels zou liggen. Maar ik heb hier allereerst een Creamy Powder Highlighter. Dat is dus deze. Deze heeft de naam 01 de Snow Glow Show. Oh, zo grappig. Dus die. Maar ik heb het een beetje verspreid gekocht. Want ik had het zo bij Notino gekocht. Want Notino die had dus weer korting. En dat was wel heel raar. Want die highlights die kostte daar echt 10 euro. En ik denk, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. En volgens mij zijn ze... Oh nee, die zitten allemaal in. Ik dacht even, ze zijn wat vergeten. Daar heb ik ook de blush van. Dat is deze. Die heeft de naam 01 Snow Match van. Dat zijn ook trouwens wel leuke verpakkingjes. Wat kleiner ook. Dan hebben we een glitter lippenbalsem. Dat is deze. Die heeft de naam 01 Snowy Sparkly. Oh, hoe ziet dat er dan uit? Oh, wat leuk. Hij ziet er echt heel leuk uit. Essence die loopt er ook al mee op Instagram wel van alles over te verkondigen. Dus ja, net wat ik zeg, ik weet gewoon niet wanneer deze dus echt in de winkels komt. Dan heb ik een liquid lip glow. Klopt dat? Ja, volgens mij is dit gewoon een lip gloss eigenlijk. Het is een 01 Snowflake Wishes Glowy Kisses. Het is dus liquid, dus het zou dus mat opdrogen. Oh, het ziet er heel leuk uit. Ik ben zo benieuwd. Nu al. En we hebben een glitter liquid eyeliner. Dus dat is ook wel leuk. Het is deze. Deze heeft de naam 01 Oh Snowy Shine. Dus nou, super leuk weer. Super leuke spulletjes. Nogmaals, ik weet niet wanneer het in de winkel ligt. Als ik nog een persbericht ervan binnenkrijg, zal ik het zeker in de vlogs laten weten. Maar er is dus verder een beetje onduidelijkheid over. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik even stofzuigen. Ja, dan wacht ik even tot mijn coach appt wanneer ik ga. Dus ja. En dan zie ik jullie sowieso later weer. Thank you.
Zo, terug van de boodschappen. Ik ben even bij Tuinland geweest. Het is heel leuk. Het was nu helemaal met kerstsfeer. Daar heb ik ook wat beelden geschoten. Dus die zal ik jullie uiteraard eventjes gaan laten zien. Maar die hebben jullie nu al gezien. Maar dat was wel heel erg mooi. Maar ik zal even de boodschappen laten zien. Ik heb ook een nieuwe kersttrui binnen. Die had ik besteld bij de HEMA. Ik heb even handschoenen gekocht. Kom jij zeker van mijn tas? Ik heb, even kijken hoor, deze handschoenen gekocht. Er zit ook nog zo'n touch gedeelte in. Je kunt dus gewoon je telefoon gebruiken, maar deze waren wel warm. En deze heb ik bij de DA gekocht. Maar goed, even de boodschappen. Kattenbrokken, Lidl had ze niet, maar op. Kreupelfrietjes voor straks. Met verse hamburgertjes. Stekjes. Ik heb snijboontjes. Daar ga ik even 2 porties van maken. Dan heb ik voor 2 keer snijboontjes. Want dit is 400 gram. Maar dat is gewoon te veel voor 1 keer. Dus maak er gewoon 2 porties van. Wattenschijfjes. Pakje gehakt. Chocomel. En rosti rondjes. Parma voor zondag. Dubbel fris, sinaasappel, mandarijn. 2 keer het bolletje beschuit. Die was nu 1 euro. Dus dat neem ik 2 keer mee. Appelzwarte bessen, dubbel fris. Boontjes. Aardappeltjes. En patatjes. Dus dat was alles. En we gaan natuurlijk nog even een vakje openmaken met de kalender. Waar is vakje 15? Even zoeken. Vakje 15 zit hier. Oh, deze gaat makkelijk. Nou, dat zeg ik wel. Eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Kom. En hier zit weer een oogschaduwtje zit hierin. Dit is wel een oogschaduwtje. Leuk gouden glittertje erin. Dat is wel superleuk. Nou, ik ga nu even lekker douchen. Dan ga ik daarna eventjes lekker eten maken. Vanavond denk ik ga ik even wat terugkijken. Want er is verder niet heel veel wat ik interessant vind. Dus ik denk dat ik eventjes lekker... hoe heet dat nou? 5 Days Inside ga terugkijken. Ik ga sowieso nog even verder met Hoco Live. Ik ga foto's bewerken. En eventjes, wat ga ik nog meer doen? Foto's dus bewerken. En dan ga ik daarna eventjes een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Want dat heb ik nog niet gedaan. En Dr. Tienes kijken. Dus dat wordt verder ook de avond. En dan laat ik dus morgen even de trui zien. Want dan kan ik die ook wassen. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker onder de douche. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 16 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video voor jullie opgenomen. 16 december is altijd een beetje een dubbele datum. Want het is vandaag de sterfdag van mijn oma. Dat is al 21 jaar geleden. Ik had het er gisteren ook nog even over met mijn moeder. Het zijn toch dingen die je bijblijven. Dat je daar toch dan weer eventjes aan denkt dat je... Oh ja, het is al best wel heel lang geleden. Ik kan het me ook nog zo goed herinneren dat het gebeurde. Ja, bizar dat je dat soort dingen gewoon zo goed onthoudt. Ik heb gisteravond eventjes 5 Days Inside gekeken. Dat heb ik een tijdje geleden opgenomen, maar ik was er niet aan toegekomen om te kijken. Ja, nu als het een beetje herhaling is of dat er programma's zijn die me niet zo leuk lijken, dan kan je dat soort dingen even mooi kijken. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Ik heb daarna nog eventjes Hoco Live gedaan en toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En toen heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik hiervan vind. Ik moet daar even over nadenken. Het is ook wel weer een miniserie. Maar ik vond het best wel een beetje apart. Dus ik moet eventjes naar kijken. En daarna had ik Dr. Tienes. En dat was ook wel weer leuk. Ik heb al kerstkaartjes binnengekregen. Ik heb allereerst deze hele mooie van mijn moeder. Ik zal die andere even pakken, want die had ik ook al binnen. Ik had jullie nog even op het statief staan. De lamp staat ook nog aan. Want... En ik had dit kleintje van mijn oom en tante al binnen. Dus die ga ik soms dan ook even gezellig ophangen.
Ja, verder heb ik eigenlijk even wat kleine klusjes die ik wil doen. Ik wil eventjes alle kleding die nieuw is, eventjes alles op de handwas gooien. Dan is dat klaar. Ik heb een nieuwe harde schijf binnengekregen. Die wil ik zo even met jullie uitpakken. En ik zou nog even het pakketje van de HEMA laten zien. Moet even wat dingen bijvullen. Koffiebusje, suiker, de beschuitbus. Dus ik moet nog even een nieuwe batterij in mijn slaapkamer in de klok doen. Want die was leeg. Dat vind ik toch altijd heel vervelend. Dus ik ga jullie gewoon zo meteen weer meenemen. Ik zal eerst even de pakketjes laten zien. En dan ga ik hier eerst even stofzuigen en dat soort dingen. Nou, ik zal even beginnen met het van de HEMA, want het was dus een kersttrui. Ik wilde hem eigenlijk vorig jaar al hebben, toen heb ik hem niet gekocht. Ik dacht dit jaar, nu wil ik hem hebben. Want, die zijn zo leuk. Want het is, dames en heren, onze grote vriend, Takkie. Hoe leuk is deze kersttrui? Ik vond hem zo leuk. Ze hadden hem vorig jaar al, toen wilde ik hem al heel graag hebben. En ik dacht, nou, dit jaar ga ik hem kopen. Ik vind hem zo leuk. Moet ook zeggen, het was een beetje lastig. Want hij was dus vorige week voor 20 euro te koop. Er zat korting op. Toen was ik in de stad, toen dacht ik, nou, dan ga ik hem daar halen. Helemaal niks meer. Helemaal op. Toen zag ik dat hij bij mijn eigen HEMA hier in het centrum ook niet meer was. Toen dacht ik, ga ik hem online bestellen. Nou, dan kon hij, want dan was hij helemaal uitverkocht. Toen keek ik later, toen was hij ineens weer een paar aangevuld. Toen heb ik hem gelijk besteld. Maar ik heb hem dus gewoon bij de HEMA opgehaald, omdat het weer verzendkosten scheelt. Nou, ik heb dus een nieuwe harde schijf. Het was een beetje een dingetje, want ik wilde eigenlijk naar de expert toe, maar daar ben ik uiteindelijk niet meer geweest. Toen heb ik hem online besteld en er moest ook een hoesje bij. Ik heb dus dit hoesje gekocht. Case Logic. Ik heb deze al in het zwart voor mijn andere harde schijf. Ik dacht, ja, dan heb ik nu al een ander kleurtje. Maar deze, daar past je harde schijf gewoon echt heel, heel fijn in. Dus ik heb hier al ervaring mee. Die heb ik nu bij Bol gekocht, want Mediamarkt had hem niet meer op voorraad. En de harde schijf komt dus bij Mediamarkt vandaan. Ja, de postbode heeft hem echt zo voor mijn deur gesmeten. Dat vond ik eigenlijk niet zo heel fijn. Nu je toch aan het uitpakken ben. In deze envelop vind je nog meer voordeel. Oh, ja, dat zijn een paar van die kaartjes. Wat is dit? Een speciaal cadeautje voor jou. Oh, dat is zo'n kraslot waar je niks mee kan. Maakt niet uit. Het gaat om deze harde schijf. De Seagate One Touch. Ik wilde dus heel graag een rode hebben. Deze kan dus zowel op Mac als Windows. Want ik heb dus nu een zwarte en ik wilde deze echt voor YouTube gaan houden. En ik dacht, ja, anders ga ik in de war raken. Dus ik heb deze nu. Daar ga ik dus nu al mijn YouTube op zetten. Dus dat wil ik ook vanavond gelijk even gaan overzetten. Zodat ik het ook echt goed bij elkaar dan heb. Dat het in ieder geval niet meer door de war ligt. En dan kan mijn laptop een beetje opgeruimd worden. Want die zit zo vol, dus daar ben ik heel blij mee. Nu ga ik eerst even stofzuigen en dan gaan we zometeen even wat klusjes doen. En 16 zit hier. Dus aan de vorm kan ik het al een beetje ontcijferen.
Ik krijg hem gewoon niet open. Auw. Dat was een nagel. Oh, dat had ik niet verwacht. Het is een heel klein kwastje. Heel leuk. Ik had verwacht weer een oogpotloodje of iets, maar het is een kwastje. Maar het wordt wel steeds moeilijker de vakjes open te krijgen, zie ik. Want je merkt nu echt wel dat ja, het allemaal een beetje begint te scheuren. Dat geeft niet, maar dat is wel jammer. Maar wel heel leuk. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Dus dat is top. Ik zat alleen laatst te bedekken. Ik had eigenlijk even de houder voor de Apple TV willen ophangen. Maar dat zou morgen ook nog wel eventjes kunnen. Dat ik die dan eventjes ophang. Want dan heb ik ook niet zo heel veel. Maar ik probeerde de belastingdienst te bellen. Ik heb even een vraag. En ja, daar moet ik even iemand voor spreken. Dat heb ik gistermiddag al een keer geprobeerd. Toen was de wachttijd 30 minuten. Toen heb ik het vanmiddag nog een keer geprobeerd. Vroeger in de middag was het 30 minuten. Nu was het straks weer 30 minuten. Dus die 30 minuten heb ik echt aan de lijn gehangen. Maar ik moest op een gegeven moment ook een keer naar de wc. Ik denk, ja, ik ga niet de telefoon meer naar de wc nemen. Dat vind ik ook zo raar. Neem eens in één keer op, zit je op de wc. Dus dat is nog steeds niet gelukt. Dat moet ik dan maandag maar wel eventjes proberen. Het is wel lastig als je dan eventjes dat nodig hebt. Ik ben nog even verder gegaan met het kerstboompje. En ik denk dat hij van de week wel afkomt. Dus dan, ja, lekker laat, maar oké. Dan gaat dat wel lukken. Maar in ieder geval even alle kleine klusjes gedaan. De handwas is nu ook klaar, dus die kan ik nog even ophangen. Dus dat is ook top. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor de Mask Singer, want het is vrijdag. Ik wil nog even Fortnite doen. Ik ga nog even met een moeder video uploaden. En ik zit nog even te kijken wanneer ik dan nog die Essence video online kan doen. Maar daar moet ik allemaal eventjes naar kijken. Ik ga wel weer de Netflix serie kijken. Even kijken of ik misschien nu beter vind. Dan ga ik Roos Geuren Wodka Lijm kijken en dat is het. En ik denk dat mijn boek ook wel bijna uit is. Het is ook wel een heel leuk boek, maar ik kom er wat moeilijker doorheen. Omdat het ook gewoon nu met de kou, ik merk ook dat ik dan sneller moe raak. Ik ga dan ook gewoon echt nog steeds met het kruikje naar bed. Ik ben eigenlijk benieuwd of het nu al vriest. Ik weet het niet. Ik ben heel eventjes naar buiten geweest vanmiddag voor de kerstkaart te pakken. Nee, het is 0 graden nu. Maar toen was het al wel koud. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 17 december. Ik ben klaargemaakt. En weer de klok in mijn slaapkamer staat stil. Dus blijkbaar heb ik daar een beetje een zwak batterijtje in gestopt. Want hij staat weer stil. Hij was toen ik naar bed ging, stond hij al 7:45. En nu staat hij 7:45. Dus hij is nog wel iets doorgelopen. Maar toen had ik al zoiets van, dit is niet goed. Dus daar moet weer eventjes een nieuwe in. Want ik vind het toch wel heel fijn, een klok op de slaapkamer. Gisteravond heb ik weer de Mask Singer gekeken. Ik was best wel weer goed. Ik had de gastartiesten weer goed. Ik had het al geraden voordat ze überhaupt het noot gezongen hadden. Nou, degene die eruit moest, die wist ik ook. Dus dat is dan wel leuk als je weer wat weet. Heel veel mensen die vinden het een beetje vervelend, want ze hebben nu een paar sketches ervoor gedaan met Tineke Schouten. Vorige week was ze bij Lachenbek en dan geeft ze dus hints over de artiest die erin zit. Of artiest over de persoon die in dat pak zit. Gisteren was ze de zus van Camilla Parker Bol. Dan was ze detective. Heel veel mensen die schijnen het heel vervelend te vinden. Dus ja, ze moeten het programma met iets opvullen. Maar ja, ik erger me niet echt aan of zo. Ik heb 2 video's online gezet. Ik heb gisteravond nog de extra video van Essence online gezet met de kerstcollectie. Want ik zat een beetje in mijn hoofd te twijfelen, hoe moet ik dat allemaal gaan doen? Dus die heb ik nog eventjes uitgegooid. Nou, de video van vandaag die staat gewoon alweer online. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik kom er nog steeds niet heel erg lekker in. Maar goed, het komt vast nog wel. En daarna had ik rozengeuren en wodka lijm, dus dat was het ook wel. Ik moet zometeen even stofzuigen en de bakken scheppen. Ik ben heel even naar de brievenbus geweest om te kijken of mijn folders er waren, maar wederom niet. Moet even gestofzuigd worden. Ik wil even de Apple TV eigenlijk proberen op te hangen als dat lukt.
En de kwasten moeten even gewassen worden. En daarna wil ik nog even verder in het boek voor mijn blog en YouTube-kanaal. Want daar loop ik ook best wel in achter, omdat ik vorige week niks heb gedaan. Omdat ik natuurlijk met die kerstboom bezig was. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Ik heb ook mijn harde schijf al gebruikt. Echt heel fijn, werkt echt super goed. Ik sloot hem aan, hij herkende hem gelijk. Dus dat was wel heel fijn. Heel mooi kleurtje ook. Ik zal hem nog wel eventjes laten zien hoe hij eruit ziet als hij dus uit het doosje is. Dus dat zijn eigenlijk die dingetjes. Dus ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Deze hangt ook weer. Het staat gelijk een stuk rustiger ook op de plank zo. Dus ik vind het wel wat mooier. Dan komt de koptelefoon ook wat mooier uit. Dus dat is echt wel heel erg top. En ik zal jullie nog eventjes de spulletjes laten zien die ik bij de Tuinland had gekocht. Dat ben ik helemaal vergeten donderdag. Ik had daar nog een aantal dingetjes gekocht. Dus die zal ik nog eventjes laten zien. Ik zou nog even de items van Tuinland laten zien. Muisje even ervoor weg. Ik heb hier een schilderijtje. En hier kan dus een batterijtje in. Dan gaan deze lichtjes gaan branden. Dus super leuk. Dus die. Dan heb ik nog een leuk hangertje voor in de kerstboom. Een poesje in een sokje. Dan heb ik deze nagellak. Dit nagellakflesje moet ik eigenlijk zeggen. En ik heb nog een lippenstiftje. Dat kan wel ook eventjes mooi nog de boom in. Zoals super leuke itempjes nog van de Tuinland. Ik zou nog even de harde schijf laten zien als die uit het doosje was. Maar zo ziet hij er dus uit, rood. En aan de achterkant is wit en ook een wit snoertje. Dus, maar dat is hem dus. Eventjes de volledige kleur. Het is alweer tijd voor vakje 17. Vakje 17 zit hier. Hier zit in. Parelstickertjes. Denk, ja. Misschien kun je ze ook op je neus. Ik denk eerder dat dit van die gezichtstickertjes zijn. Die je dus langs je ogen kan plakken. Ik zie sterretjes, maantjes en gewoon bolletjes. Nou, ook wel super schattig. Zo, ik heb alle klusjes wel kunnen doen die ik graag wilde doen. Ik ben zo blij dat die Apple TV nu hangt. Dus dat is echt gewoon een pluspunt. Want nu heb ik gewoon echt veel meer ruimte op het plankje. Dat vind ik gewoon echt heel fijn. Nou ja, de kwasten zijn ook weer lekker schoon. Vind ik ook altijd wel weer een fijn idee als die schoon zijn. Moet ik alleen even een plekje vinden waar ik ze goed kan laten drogen. Want ik wil ze dus niet meer op de verwarming leggen. Omdat ik natuurlijk nu de hele keuken heb geschilderd. Dus ga ik ze daar niet meer op leggen. En hier op de verwarming is niet zo handig. Dus ik moet even kijken waar ik ze voor de verwarming ga leggen. Misschien even op de slaapkamer en misschien gewoon in de keuken. Dat ik ze gewoon voor de verwarming op de vloer leg. Ze liggen toch op een handdoek. Dat zou op zich prima kunnen. Katjes hebben net hun zachte voer gehad. Ik heb ook nog eventjes lekker mijn blogboek bijgewerkt. Mijn nagels zijn weer eventjes een beetje wat beter. Maar ik moet eventjes goed de nagelriemen terugduwen. Dus dat moet ik even morgen doen. Maar op zich, ja, allemaal wel lekker.
Ik ga zo meteen in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Oh, ik heb er nu al zin in. Vanavond kijk ik de Big Show met Ruben. En volgens mij is dat al de kerstaflevering. Omdat je natuurlijk volgende week zit met All You Need Is Love. Dus dat gaan ze denk ik nu dan vandaag al doen. Ik wil nog even kijken of ik nog verder kom nu met GTA. Want ik ging best wel lekker vorige week. Het zou fijn zijn als ik daar nog even mee verder kan. Ik ga natuurlijk het grootste gedeelte van de vlog al in elkaar zetten. Dus daar ga ik even lekker mee bezig. En ga ik gewoon mijn Netflix serie kijken. En daarna ga ik weer eventjes Roos Geurenbot Klein kijken. Maar ik denk dat ik daar bijna ook wel doorheen ben. Vind ik op zich niet erg, want dan kan ik gaan beginnen met Sleepers. Want daar ben ik ook zo benieuwd naar. Het is gewoon jammer, want er staan maar 4 seizoenen op terwijl er 6 zijn. Dus die laatste 2 die mis je gewoon. Maar goed, dat is eigenlijk even de planning voor vanavond. Dus niet heel spectaculair of zo. Ik moet de iPod even opladen, want die was bijna leeg. Maar ook mijn oortjes. Oplaadcase van mijn oortjes was bijna leeg. Dus ik moest van alles weer eventjes opladen. Dus ja, dat heb je soms eventjes. Ik moet nog even mijn extra batterij opladen van mijn camera, want die was ook leeg. Dus die moet er nog even op. Dus dat ga ik nu allemaal even doen en dan ga ik lekker even relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 18 december. Ik moest net even naar buiten, want ik was vergeten dat de kliko morgen wordt geleegd van het GFT. Dus die moest even aan de weg. Die zat heel erg vol. Dus ik dacht, oh bah, ik moet naar buiten. Dus ja, heb ik toch maar eventjes gedaan. Maar ik had niet helemaal ingecalculeerd dat het nog zou vriezen. Want ik dacht eigenlijk dat het al dooi zou zijn, maar dat was dus nog niet. Het is dus nog steeds min 1 nu. Toen ik naar buiten was, was het min 2. Dus ik had eventjes mijn dikke jas aangetrokken en gewoon even mijn dikke schoenen. En dikke schoenen, dat klinkt een beetje raar, maar mijn uk zeg maar, omdat die lekker warm zitten. Toen ben ik dat even snel gaan doen, maar het was wel echt takken koud. Gisteravond heb ik gekeken naar de Big Show van Ruben. Dat was wel weer erg leuk, moet ik zeggen. Ze waren al helemaal in de kerstsfeer, dus dat was op zich wel heel erg grappig. Was ook de laatste alweer van dit seizoen. Dat dacht ik al, omdat volgende week had je natuurlijk met die All You Need Is Love gedoe. Ik heb even GTA gedaan. Ging op zich wel lekker, alleen nu heb ik weer een opdracht waar ik niet zo goed uit kon. Maar goed, dat komt vast goed. En daarna heb ik eventjes de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Ik heb Shownieuws even gezien. En dat ging allemaal wel lekker. Ik heb alle beelden of alle vlogspullen staan nu op de andere harde schijf. Dus dat is ook wel fijn. Alle video's. Er staat mijn privé harde schijf. Ja, ze zijn natuurlijk allebei wel privé. Maar die ene, omdat ik die echt voor YouTube wil gebruiken, is die andere nu vrij van YouTube spullen. Dus dat is wel fijn. De planning voor vandaag. Ik ga eventjes bonen afhalen. Het gehakt moet even klaargemaakt worden. Foto's maken. Ik wil eigenlijk even mijn gezicht even weer mee etens weghalen. En eventjes weer mijn wenkbrauwen eventjes doen. Ik zou gisteravond, heb ik trouwens nog wel mijn Netflix serie gekeken. Ik zou Roos Geurenbot Klein gaan kijken. Maar daar was ik al doorheen. Dus toen ben ik met Sleepers begonnen. Ik zat er vanaf het begin wel gelijk lekker in. Maar ik moet wel zeggen, wat ik altijd wel het nadeel vind, is dat in dit soort series dat er heel veel gescholden wordt met woorden die je eigenlijk niet moet gebruiken. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar verder vond ik het wel heel spannend. En ik ben ook nog een nieuw boek begonnen, dus nou ja, dat. Ik ga even stofzuigen, dan ga ik eerst even de groente doen en dan zal ik straks even de fotospullen laten zien. Maar nu eerst even een beetje opwarmen ook. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Ik ga alvast deze ook fotograferen, want hier komt dus ook een blogpost van online. Dan heb ik hier een hele mooie Glow All Infuser Highlighter van Catrice. Een Tinny Tip Liner van Essence. Dus een eyeliner die waterproof zou zijn. En ik heb hier Eerst je iPhone ontgrendelen. De Carmex Naturally Intensely Hydrating Lip Balm. Hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. En dan is dat ook klaar. Nou, vakje 18. Waar zou vakje 18 zitten? Vakje 18 zit hier. Dus laten we even proberen. Even kijken wat het is.
Dit is een oogschaduwprimer. Heel schattig tubetje. Hoeveel zit erin? Hier zit in zo'n 5 milliliter. Hij is vegan trouwens, maar hij is wel heel leuk. Dus altijd bij dit oogschaduwprimertje. Zo, ik heb alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb mijn huid wel gedaan, maar het is minder rood als normaal. Er kwam wel wat uit. Ik heb ook even mijn wenkbrauwen bijgewerkt. Eventjes mijn nagelriemen teruggeduwd. Dat was ook wel fijn, want dan kan ik er vanavond weer een vers nagellakje overheen aanbrengen. Vond ik wel fijn. De foto's zijn gemaakt, ging ook best wel goed. Ik heb op dit moment eventjes de wedstrijd Argentinië-Frankrijk aanstaan. Ik hoop dat Frankrijk wint. Ik zie het niet gebeuren, want Messi heeft al de eerste goal gemaakt. Ik heb wel het idee dat hun de scheids weer mee hebben. Volgens mij kreeg hij net wel een flinke botsing. Dus nou ja, wie weet dat hij er nog ergens uit moet. Maar ik hoop in ieder geval dat Frankrijk gaat winnen. Maar goed, we zijn al 27 minuten onderweg. En ja, Argentinië staat op voorsprong. Dus ik ga ervan uit dat Argentinië wordt. De groente is afgehaald. Het gehakt is gemaakt. Ik heb even wat kleding aan hangers opgehangen. Dat ligt eventjes boven. Dus ik moet echt eventjes een beetje opruimen. Maar het is nu gewoon sowieso een beetje een mende. Omdat ik mijn make-up aan het roteren ben. Dus alles wat ik al gebruikt heb gaat even in een apart doosje. En gaat het later terug mijn stash in. Maar goed, dat komt ook wel goed. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je de code van Koppens. Dat ga ik kijken. Als het goed is de laatste. Ik ga nog even een moorddossier kijken, want dat vind ik toch ook wel heel erg interessant. Ik ga nog even GTA doen en dus mijn nagels. En verder ga ik foto's bewerken, mijn Netflix-serie kijken en ga ik vanavond weer verder met Dr. Tinus. Dus dat wordt verder ook de avond, dus op zich wel een lekker avondje. Ik zie nu dat er weer een hoekschop aan gaat komen, weer voor Argentinië. Jammer joh, die zit mis. Maar goed, ik ga nu in ieder geval lekker relaxen, dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag, het is 19 december, ik ben klaargemaakt. Ondanks dat de temperatuur flink gestegen is ten afzien van de afgelopen dagen zat ik net een klappertanden. Dus ik heb de verwarming toch een klein tikje aangezet, want ja, ik zat echt zo van dat dus. En ik dacht, ja, dat gaat hem niet worden. Ik denk, ja, hij moet gewoon eventjes een beetje aan. Nou, de wedstrijd van gisteren, Argentinië-Frankrijk. Ik had eigenlijk op een gegeven moment wel zoiets van, nou, Frankrijk zal het wel niet meer gaan redden, want Argentinië stond met 2-0 voor. Je ging al een beetje richting het einde. En toen in de 88ste minuut heeft Frankrijk in anderhalve minuut tijd de strijd gelijk kunnen trekken, want ze maakten 2 goals. Dus ik zag al een beetje een soort van weerspiegeling van de wedstrijd met Nederland. En ze wisten het ook niet meer op te trekken, zeg maar, dat een van de twee scoorde met de blessuretijd erbij. Dus het werd verlenging. Nou, daar scoorde Argentinië nog weer een doelpunt. Maar Frankrijk dus ook. Dus toen was het 3-3. En ik sprak Nathalie en ik zei op een gegeven moment al, ik zeg, nou ja, als het penalties worden, denk ik dat Frankrijk het niet gaat redden. En het werden inderdaad penalties, ja, en inderdaad, het redt Frankrijk niet. Dus die Messi heeft het voor elkaar, hij heeft het gewonnen met zijn club. Hij zal helemaal blij zijn, maar ik vind het zo'n arrogante ploeg, dat Argentinië. Ik hoopte zo dat Frankrijk zou winnen, maar het is niet gelukt helaas. Wel heel goed gestreden, maar het lukte ze niet. Maar ja, ik vind het zo'n nare ploeg. Gewoon de arrogantie die die gezichten uitstraalt. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb in het moorddossier gekeken. Dat was ook wel een beetje apart. Want het was al een hele oude moordzaak. En ik weet het wel weer. Nathalie heeft toen de tijd deze op televisie gekeken. Toen appte ze mij nog. Het was de paskamermoord. Maar je zag de foto's die er gemaakt zijn. Die waren ook allemaal in het zwart-wit. Dus het was de tijd dat we nog geen kleuren foto's hadden en uiteindelijk hadden ze iemand op het spoor, die hebben ze toen weer laten gaan en toen toen hebben ze uiteindelijk de zaak gesloten, want ze kregen het niet rond. Toen is die zaak later weer heropend, toen hadden ze iemand, die hebben ze ook voor de rechter gebracht, die bleek uiteindelijk totaal onschuldig te zijn.
En toen was het toch de dader die ze dus eerder al in het vizier hadden, maar daar konden ze niks meer mee, want die was in 1992 overleden aan een overdosis. Dus voor dit meisje was eigenlijk gewoon het feit verkeerde plek, verkeerd tijdstip. Maar ja, zij werkte in die winkel, dus ja, weet je, als zo'n gek dan die winkel binnenkomt, dan ja, ben je natuurlijk een beetje kansloos. Ik heb de Code van Koppers gekeken, was op zich wel leuk, maar ik kende deze spelers niet zo heel goed, dus dan is het iets minder. Maar ik vond het ook wel eng, want er waren slangen en zo. Nou, dan was ik al lang weggerend. Ik heb mijn foto's bewerkt, ik heb mijn Netflix-serie gekeken en daarna weer Dr. Tinus. En ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn groen. Dat is dus dat lakje. Ik had hem hier gepakt van Catrice. De naam zal ik even in beeld neerzetten, want die kan ik niet lezen. Maar dat is dus deze, die zit er nu op. Ik ga nu als een malle aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen, de gang en de douche. Dus ik ga jullie meenemen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Vakje 19 alweer. Waar zit die? Goeie vraag. Hallo? Ik zie hem niet. Oh, hij zit hier. Ik heb hem gevonden. En hier zitten, wat zijn dit? Stiekjes in voor je haar. Van die gedraaide stiekjes, wel heel feestelijk. Wel heel leuk. Ik weet niet of ze in mijn haar gaan kunnen. Want ik heb natuurlijk vrij dik haar, maar ze zijn wel heel leuk. Ja, leuk een beetje afwisseling erin. Zo, ik heb alles weer lekker klaar. De douche is klaar, de gang is klaar, de bakken zijn schoon. Dus dat is weer heerlijk. Het werd wel echt heel vroeg donker, dus ik moest op een gegeven moment echt de lampjes aan doen. Dus dat is nu gebeurd. Het is wel weer gezellig. Ik heb op de slaapkamer trouwens ook wat opgehangen. Maar ik weet niet of ik er batterijen in heb zitten. Dat zit ik eigenlijk te bedenken. Volgens mij niet. Nee. Nou ja, dit is dus zo'n kerstboompje. En daar kunnen dus normaal ook batterijen in. Maar die heb ik er nu niet in zitten. Maar daar heb je dus ook lampjes van. En ik heb hier nog een kerstboompje staan. En twee lichtjes. Die kunnen wel aan. Die geven dan... moeilijk aankrijgen. Kijk, die gaan van kleur verwisselen. Dus dat is ook wel heel leuk. Ik zal hem er even uitdoen. Dus dat heb ik daar nog staan. Nou, het ging op zich allemaal wel lekker. Gelukkig was de bak ook geleegd, want ik dacht even van misschien is de kliko niet geleegd. Ik was daar een beetje bang voor. Vorige week waren ze best wel laat, maar hij was gewoon leeg. Dus alles zit weer lekker in. Weer geen folders. Dus ik ga weer melding maken. Ik word nou zo zat. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed. Vanavond. Ik ga zo meteen eerst even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker koken. Vanavond ga ik Nieuw Amsterdam kijken. En je hebt om 9:30 een quiz op SBS6 met de top 2000 volgens mij. Of top 4000 met Gerard Ekdom. Dat is wel altijd heel leuk. Dat doen ze al een paar jaar. Ik heb het eigenlijk elk jaar nog gezien. Ik vond het altijd wel leuk. Ik hoop nog even Fortnite te doen. Maar ik moet de extra video nog in elkaar zetten voor morgen. Ik moet nog even een paar foto's afmaken. Het is niet helemaal afgekomen. Maar dat kan ik tussendoor wel eventjes doen. Ik moet een blogpost schrijven, dus ik ben wat dat betreft nog best wel eventjes in de weer. Ik ga mijn Netflix-serie kijken, laatste afleveringen vandaag. En daarna ga ik verder bij Dr. Tinus, dus dat is het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb trouwens mijn nieuwe trui aan. Die zal ik even in de spiegel laten zien. Dan kun je gelijk zien dat hij vrij oversized valt. Het is een donker dagje. Het is regenachtig. Kijk. Als ik dit doe, zie je gewoon dit al heel erg hangen. Dus een S'je is prima. Dus ja, blij mee. Zit heel lekker. Maar zoals ik al zei, het is dus een donker dagje. Het regent heel erg. Ik had vannacht ook zo'n spijt, want ik ben zonder kruik naar bed gegaan. Want ik dacht, ja, het dooit weer. Dus die kruik heb je niet meer nodig. Nou, ik kwam van een koude kermis thuis. Want die had ik zeer zeker wel nodig. Ik had er ook eigenlijk al gelijk spijt van toen ik eenmaal in bed lag. En in de loop van, het slapen ben ik gewoon wel warm geworden. Maar ik miste hem zo. Want ik merkte ook gewoon dat ik nu helemaal niet echt goed kon... in slaap kon komen en zo. Dus ja, ik miste hem gewoon heel erg. Dus vanaf gaat hij zeker weer mee. Ik vind het zelfs gewoon een beetje overdreven dat ik nu een kruik nodig heb om te slapen. Maar het is gewoon heel lekker. Ik heb gisteravond naar Nieuw Amsterdam gekeken. Dat was weer echt super spannend. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik had eigenlijk al wat aan willen doen aan de foto's voor de blogpost van morgen. Want die is vrij groot en die van vrijdag ook weer. Maar daar ben ik eigenlijk niet meer aan toegekomen. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, weet je, het was zo'n vreemd einde. Het is een beetje vreemderig. Niet echt dat ik zeg van nou, ik zou hem aanraden. Weet je, ik was dan toch wel benieuwd hoe het zou eindigen. Maar het was niet echt een Netflix-serie die me lekker meetrok. En daarna Dr. Tinus. Ik heb ook nog naar die muziekquiz gekeken. De top 4000, dat was echt weer hilarisch. Want het was ook onder andere weer met Francis van Broekhuizen. En die vind ik gewoon heel grappig. Dus dat was echt wel heel erg leuk. Vind ik altijd heel leuk om naar te kijken. Ik heb mijn boek wel weer lekker gelezen, dus wat dat betreft prima. Ik ga zo meteen een video opnemen. Het is wel weer een shoplog. Ik weet dat de afgelopen maand zijn er een beetje veel shoplogs online gekomen. Maar deze spullen liggen er alweer eventjes en die wil ik ook gewoon heel graag gaan gebruiken. Dus dat ga ik eventjes doen. Dat is de planning. En daarna ga ik even proberen om dat boompje af te maken met de diamond painting. Want ja, dat schiet ook niet op. En ik ben blij dat ik mijn lamppool in elkaar heb zitten. Dat ik die zometeen alleen maar neer hoef te zetten. Die heb ik opgeklapt staan in de slaapkamer. Want die heb ik natuurlijk zometeen hard nodig. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga eerst even stofzuigen en dan ga ik eventjes aan de gang. En dan ga ik jullie met de diamond painting nog weer even meenemen. In de hoop dat we hem nu af gaan krijgen. En die zit hier. Dit is weer een goeie oogpotloodje. Volgens mij is het dezelfde. Ja.
Oh, die is zo aan het glijden nu. Ja, en wel heel leuk. Nou, ik heb de diamond painting zo goed als af. Ik moet even nog die laatste eventjes vastplakken. Maar alle dingetjes gingen weer de tafel over. Dus dat was niet zo heel erg lekker. Maar dan zal ik in de volgende vlog even laten zien hoe die er dan uitziet als die helemaal af is. En dan zal ik even het lichtje erin doen. Dat zal ik morgen even doen. En dan zien jullie dat in de volgende vlog wel. Want ja, het viel toch dat laatste stukje viel me toch nog even tegen. Ik dacht, oh, die heb ik wel zo klaar. Maar dat viel toch een beetje tegen. Dus dat moet ik eventjes met beleid gaan doen. Ik heb in ieder geval, ja, hij is in ieder geval gewoon klaar. En dat is wel fijn. Ja, al die vliegende steentjes, dat was gewoon even drama. Ik zat trouwens even lekker aan met zo'n kerstkoffie. Lekker. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ga eerst even de lamp en het statief opruimen. Dan lekker eten. Vanavond, ja, jij hebt wel je zeeman geconfronteerd, maar ik denk dat er weer herhaling is. Ik zal wel even kijken. Ik ga sowieso wel weer die top 4000 quiz kijken. Ik ga nog even gamen. Ik ga de vlog afmaken en de foto's bewerken. Ja, normaal gesproken zou ik met een nieuwe Netflix-serie starten, maar ik denk dat ik vanavond even iets ga terugkijken. Misschien dat ik wel even nieuw Amsterdam pak, want ik wil eigenlijk gewoon heel graag morgen met Emily in Paris beginnen. Dus ik vind het niet zo handig om nu een nieuwe serie te starten. Dus dat ga ik doen. En ik ga sowieso wel weer Dr. Tienes kijken, dus dat wordt het dan ook wel. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik heb een zeer oog. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt, krijg je een mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!